Hoe vaak gebeurt er dat iemand GHB in zijn drankje krijgt? Hoe kunnen we de fietspaden veiliger maken? Heeft klimaatverandering invloed op de migratie van vogels? Onderzoek helpt ons om antwoorden te vinden op onze vragen. En betekent nieuwe kennis opdoen om zo de wereld om je heen beter te begrijpen. Maar hoe doe je goed onderzoek? Daarvoor heb je onderzoeksvaardigheden nodig. Onderzoek volgt altijd 6 stappen. Verwonderen, verkennen, opzetten, uitvoeren, concluderen en presenteren. Bij verwonderen kijk je met een nieuwsgierige blik naar de wereld en stel je vragen over een onderwerp waar je meer over wil weten. In de verkenningsfase duik je in een bestaand onderzoek. Is er al onderzoek gedaan naar jouw onderwerp? En wat is er nog niet onderzocht over het gekozen onderwerp? Op basis van deze informatie formuleer je je onderzoeksvraag. Daarna is het tijd om je onderzoek op te zetten. Je maakt een plan voor hoe je je onderzoek uitvoert. Je zorgt er zo voor dat je onderzoek betrouwbaar en valide is. Vervolgens ga je het onderzoek uitvoeren en verzamel je de resultaten en analyseer je deze. Daarna trek je conclusies en ben je kritisch over de betrouwbaarheid en validiteit, oftewel de juistheid van je onderzoek. Tot slot presenteer je resultaten en conclusies en stel je weer nieuwe vragen die kunnen leiden tot nog meer onderzoek. Wil je meer onderzoek doen naar onderzoeksvaardigheden? Klik dan hier.